Kiem is echt ontstaan vanuit het verlangen van dat saamhorigheid, dat gevoel van samenspel, dat je samen een akkoord speelt wat dan zo aanzwelt. Om dat gevoel van echt samen iets maken wat groter is dan jijzelf, om dat voor veel meer jonge mensen toegankelijk te maken. Eigenlijk zou elk kind dat moeten kunnen meemaken. En vanuit dat verlangen zijn wij met Kiem begonnen. Ik ben Lutie. Ja. En Julia, ik die. En wie staat meer voor? Brigitte. Wil je eens even hier komen staan? 5 jaar. Suus. Hier is een beetje. Wij kunnen weer zo. Waarom dit? Zij is kom even staan. Ik heb dit geleerd. En dan is 15 dus de Nou, ik zelf ben begonnen met de lessen bij Kiem. De eerste les door de kinderen ook input te geven in wat zij nou zouden willen bereiken op een trompet, een bugel of bariton. Zo ben ik begonnen en dan ga je een basis maken met van nou, we gaan eens spelen, speel mij maar na. En jullie spelen het en kijk goed wat ik doe met de vingerzetting op de ventielen. En zo zijn we spelenderwijs zeg maar bezig gegaan met de muzieklessen. Even naar voren en ik doe wat. Ga solo. Jij wil het ook wel doen? Tristan? Ja, solo? Ik wil het samen. Mag ook? Ja! Ja, dat mag. Ja? Wij proberen bij Kiem echt iets anders te doen dan anders. In de traditie van de muziekdidactiek zien we dat we eigenlijk altijd beginnen met oké, jij wilt muziek maken, hier heb je een boek en een muziekstandaard en go. Dat deden wij ook toen we met Kiem begonnen. Alleen die kinderen hadden er werkelijk zo sick van. Het sluit niet meer aan bij deze kinderen. En vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar een muziekdidactiek die leerling centraal zet. Hoe kunnen we die leerling raken in zijn verbeeldingskracht, in zijn muzikale idee, hoe kunnen we hem uitnodigen om eigenlijk echt muzikant te worden? Het moment wat ik me herinner was Tristan, ik geloof in de tweede groep. En Patrick zei tegen hem van, joh Tristan, jij hebt een idee, kom maar even voor de klas staan. En hij kwam naast me staan en hij wou eigenlijk niks meer zeggen. En de hele klas begon, ja roep maar Tristan. En hij werd eigenlijk steeds kleiner, totdat de klas wat rustiger werd. En toen zei hij van, ja wat ik eigenlijk denk, zei hij. En toen, ik weet het niet eens meer precies wat hij zei, maar hij zong het ook nog voor. Het moet zo en zo en dan moet het kort. Zullen we het even doen? En vervolgens zet hij gewoon die hele groep aan. Wie zou dat dan spelen? Gaan we zo tonen? Nee. Ik was stilte. Dan wil je het niet. Wat had je voor plan? Zeg maar, wat is het plan? Want het kwam namelijk ook al bij de band vandaan. Dus je had hetzelfde idee als de band. Wat was jouw idee? Jongens, het helpt nooit, hè? Je zegt van, joh, doe maar. Terwijl Tristan denkt van, oh, je mag daar ook wel blijven staan. Wat was jouw plan, Tristan? In plaats van een lange noot aan het eind, een hele korte noot en heel luid. Dus hoe gaan we? Kun je, dus dan krijg je... Wat? Wil je dan... Dat! En nog een keer dat. Pats! Oh, dat is gaaf. Zullen we dat eens proberen met z'n allen? Ja! 1, 2, 3, 4! Vet! Nog een keer! Kom aan, doe maar! Tristan, die heb je nodig. 1, 2, doe maar! Ik heb al heel veel jaren Kiem meegemaakt. In het begin waren het echt muziekoefeningetjes doen en dan moest je de kinderen er echt wel bij houden. De laatste jaren
ligt meer het accent op het improviseren. En dan zie je ook echt dat de kinderen daar enthousiaster van worden, meer betrokken. Je ziet ook kinderen bijvoorbeeld die heel faalangstig zijn of wat moeite hebben met de leerstof, die je dan echt tijdens de muzieklessen helemaal op ziet bloeien. Nou, we hebben geoefend voor het Kiemconcert voor vanavond en met ook een band erbij. En het was wel heel erg leuk. Nee, ik vind het heel erg leuk, want eerst kon ik niet echt iets, maar nu kan ik het wel, omdat ik zeg maar deze les heb gedaan. We hebben ook een beetje geoefend met de tonen en hoe we moeten staan. En meest trots op is denk ik wel hoe goed ik kan spelen, zeg maar. Ik kan heel goed laag spelen. We hebben het liedje gespeeld van Shut Up and Dance With Me en ons eigen lied. Ja, we hadden in groepjes hadden we allemaal een stukje op ons instrument gespeeld en het gingen we dan bij elkaar plakken en toen hadden we nog iets bij bedacht wat van onze school was en zo. Ja, wat we hier vandaag gaan doen is laten zien aan ouders en aan broers en zussen en opa's en oma's wat we in die klasse gedaan hebben. Er gebeurt echt heel veel moois op die scholen, maar zolang het daar blijft, is het iets kleins. Wat we vanavond doen, we gaan het op een podium zetten en we gaan het uitvergroten. Gegeven de kinderen. Nou, ik keek naar haar en ze straalde aan een stuk door, dus het was leuk om te zien. Ik zag echt dat ze aan het genieten was. Leuk. Nou, het was super leuk. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Echt heel erg leuk. Ja. De kern wat wij doen is het ontzettend waard om veel breder te verspreiden. Ik droom echt van een muziekrevolutie, een muziekdidactiek waarin leerlingen centraal staan, zodat ieder kind in Nederland de mogelijkheid krijgt om te ervaren hoe ongelooflijk tof het is om samen met anderen muziek te maken en te creëren ook, je eigen muziek te creëren.